Nou, er komt dit jaar een boek en een musical uit. Dus het wordt een belangrijk jaar in het leven van Lisbeth List. Ja, dat geloof je toch niet. Ik moest zo lachen toen ik opgebeld werd. Toen Hans Cornelissen mij belde, die ik heel goed kende, omdat ik met hem gewerkt heb ook in de musical. En die belde mij op en zei, ja, we gaan Piaf doen. Nee, niet Piaf doen, List, Lisbeth. Toen zei ik, ben je gek geworden? Echt door de telefoon. Dat kan je toch niet doen? Ja, dat gaan we wel doen. List wordt een musical. Dus ik had iets, die heeft een kronkel in zijn voorhoofd, geloof ik. Maar na 3 dagen was er iets met mij. Ik dacht, er is met mij iets en ik weet niet wat het is. Totdat ik opeens dacht, hey, Cornelissen heeft mij gebeld, er komt een musical en dat is Lisbeth, dat ben ik dus. Hij is niet goed wijs, maar wel heel leuk, zei ik tegen mezelf. Dat er een boek komt van mij is al heel bijzonder, dat er een film is. Dit is verschrikkelijk, wat prachtig. Ik heb het idee dat ze van me houden, de mensen. Want anders dan zou dat niet gebeuren allemaal. Een film, een toneelstuk, weet ik veel wat. En ik ben blij dat er mensen van me houden. Dat heb ik altijd nodig. Heb je genoten van de vakantie in Egypte? Hoe was het? Het was een geweldige, geweldige vakantie. En bovendien, je leeft daar in een andere wereld. Dus het is een heel nieuw gebeuren weer eventjes voor mij. Totale uit de wereld van Amsterdam en weg. En nu waren we toch ergens waar ik nog nooit geweest was. En dat was voor mij dus feest. Het niet te vergelijken met Nederland. Nee, het is er zoveel weelde, die prachtige, hoe heet die dingen? Pyramide. Hè? Pyramide, sowieso. En dan die kathedraal waar we zijn geweest, die is niet te geloven, zo prachtig. Ik heb echt zo genoten, want het was inderdaad, het is een andere wereld. En bij ons in Nederland is alles klein. En dat komt dan in zo'n gigantisch prachtige stad, komt dat ook naar boven. Dat wij dus maar Hollanders zijn.